Wat hebben jullie ervaren hier in Zutphen? Nou, ik vond het een bijzonder aangename, rustige stad. We hadden natuurlijk enorm geluk met het weer, want het was mooi weer, maar niet te warm. En ja, wat mij, ik heb heel lang in Amsterdam gewoond en daar ben ik uiteindelijk weggevlucht vanwege toerisme. En ja, wat mij opviel, dat was toch dat de openbare ruimte vaak gewoon rustig en leeg is en zo. Ik moet ook bekennen dat ik overwogen heb dat ik misschien wel in Zutphen zou willen wonen. Nou ben ik al verhuisd, heb ik net verklapt, want ik ben weggegaan uit Amsterdam. Ik ben op Texel gaan wonen, waar je overigens ook wel erg fijn woont hoor. Wat maakt Zutphen uniek en anders dan andere steden in Nederland? Oh, ik weet niet of Zutphen uniek is. Zutphen is natuurlijk te vergelijken met al die andere wat oudere steden in Nederland. Zutphen is een Hanzestad. En het aardige natuurlijk van de Hanzesteden is dat ze eigenlijk in de late middeleeuwen aan hun grootste bloei zijn toegekomen. En daarna geleidelijk aan verstild en afgetakeld zijn. Afgetakeld klinkt een beetje negatief natuurlijk. Maar verstild klinkt natuurlijk weer positief. En wat beschreven wordt als de attracties van Zutphen zijn de attracties van een stad die geleidelijk aan verstild is. Ik heb daar niet zulke grote bezwaren tegen. Ik heb net al gezegd, iedereen wil in Zutphen wonen. Ik kan me dat heel goed voorstellen, dat je zegt, ik wil best in Zutphen wonen. Maar toch ben ik van plan om niet in Zutphen te gaan wonen. Ja, dat is een beetje een merkwaardige, ambivalente houding. Maar jij woont al in een provinciestad. Ik woon in Utrecht. Ja, waarvan ik verklappen kan dat in de tijd dat Theo van Gogh mij nog wel eens belde. En dan nam ik op en dan zei ik, hallo. En zei, woon je nou nog in Utrecht? Want hij zag het als een teken van gruwelijke domheid en burgerlijkheid. En burgerlijkheid dat je in Utrecht woont. Wat een stad, zeg. Ja. Maar goed, kijk, Zutphen is eigenlijk nauwelijks een stad. Zutphen zie ik een beetje als een dorp. Maar ik moet je zeggen, ik heb in de tijden niet zoveel rommels in de stad gezien als in Zutphen. Ik kijk nu met mijn linker ook die kant op. En wat zie ik? Een rommel. Weer een hele grote rommel. Een actieve rommel. Ik heb al een vlindertje gezien. Ja. En dat is reclame voor de stad. Ja. En wat is er nog verder bijzonder aan Zutphen? Nou ja, kijk, elke stad heeft iets bijzonders. Dat we zeggen iets wat een andere stad nou toevallig wijze helemaal niet heeft. En dat is in het geval van Zutphen natuurlijk dat Philip Sidney hier gesneuveld is. In de slag bij Warnsborn. Ja, hij is nergens anders gesneuveld, want hij heeft het niet overleefd. Dus hij is hier één keer maar gesneuveld en dat is in Zutphen. En zo zijn er wel meer dingen te verzinnen natuurlijk die specifiek voor Zutphen zijn. En dat geldt ook voor de kerk, de Walburgerskerk. Er staat een leuk beeld naast van een beetje strenge mevrouw, maar toch wel een leuk beeld. Ook dat is uniek. Dus prachtig IJsselfront, Maarten. Oh ja, het IJsselfront. Het Witte IJsselfront. Kijk, dat is waarschijnlijk wat ons gevoelig maakt voor Zutphen. Wij zijn opgegroeid in Wageningen. En Wageningen is een klein plaatsje, zeg maar rustig, een beetje een dorpse bedoeling aan de rivier. En Zutphen is ook een klein plaatsje, zeg maar rustig, een beetje een dorpse bedoeling aan de rivier. Maar met een statig 19e eeuws IJsselfront, waar we in Wageningen een puntje aan kunnen zetten. Ja, dat hebben wij niet, nee. Nee. Wat vinden jullie van de combinatie van kunst en deze historische omgeving? Ja, die kunst, dat was een beetje bij ons alleen. Of moet jij dat zeggen, Sif? Ik weet niet, ik krijg het woord niet, dus ik hou mijn mond stijf dicht. Vrouwen doen niet mee. Nou, wilt u vrouwen zijn nou eenmaal. Die komen altijd als laatste of niet aan het woord. Nee, fout. We hadden met mij moeten beginnen. Ah, even een kleine les, want ik kom uit het onderwijs en ik weet precies hoe dat gaat. Feministische onderwijs. Maar goed, dus ik blijk dus nu toch het woord dankzij mijn broer het woord te krijgen. Dank je. En ik kan je het volgende vertellen. Want natuurlijk, alles wat mijn broers genoemd hebben, dat ligt voor de hand. Want daar komen toeristen ook voor. Dat hebben wij ook gedaan. Ook een aantal dingen die toeristen misschien niet weten. Maar waar ik het nou eens even over wil hebben. Jongens, want dat stoort voor hun opnames. Ik vroeg me af of ik. Ja, nee, dan kunnen we helemaal. Over mij wel, van mij wel. Maar dan moet je aan haar vragen. Zij hebben de leiding. Maar, mag. Ja, hij vroeg iets. Oh.
Ja, of de lokale omroep het erg vindt als er gerookt wordt. Nee, als u daar... Dan is het oké. Oké. Goed, we gaan verder. Wat nog helemaal niet genoemd is en waar ik achteraf spijt van heb. Want ik was van plan om het wel te doen en om het alsnog in te brengen. Maar goed, ik ben oud en ik vergeet wel eens dingen. Ik wil toch eventjes noemen dat een ongelooflijke goede dichteres, Ida Gerhardt, hier gewoond en gewerkt heeft. En ik vind eigenlijk dat ik die nergens terug zie. Ik woon in een te vergelijken plaatsje als dit. Ik zal niet zeggen waar ik woon, anders kijk ik van die mensen aan de deur en zo. Van, oh, woont u hier? Wat enig dat u hier woont. Maar goed, dat is een te vergelijken plaatsje. En daar hebben ze van de plaatselijke dichters, hebben ze overal inderdaad gewoon gedichten neergezet. He, in de Uiterwaarden, tegen het stadhuis, tegen de... En dat is ontzettend leuk. En ik weet niet of je die gedichten kent, maar die zijn ongelooflijk mooi. Dat zijn echt hele erg mooie gedichten. En verder over Zutphen, ja, dat heb ik al gezegd, dat ik dus de mensen bijzonder aardig vind. En ik kan het vergelijken met het plaatsje waar ik woon, want dat is ook zo'n historisch stadje en nou ja, ook vrij klein en betrekkelijk rustig. Maar met een totaal andere bevolking dan hier. Je zou schrikken als je het zou zien. En daarom zeg ik ook niet waar ik woon. En ik vond dat heel erg opvallend, hoe behulpzaam, hoe aardig, hoe vriendelijk ze zijn enzovoort, overal. Ik ben hier niemand tegengekomen van ik dacht, helemaal niemand. Dus dat vind ik toch vrij uniek. En ja, zoals hier de stilte is natuurlijk heerlijk. Maar ik kan me voorstellen dat als je jong bent, dat je denkt, mijn hemel, hoe kom ik hier weg? Ja. Hoe kom ik in Amsterdam? Ik begin met de lokale Zutphense omroep en dan stap ik over. Jij wil vast niet hier blijven. En dan stap ik over. Wel, ik kan echt genieten van werk. De jeugd van tegenwoordig is heel anders dan die van ons? Ja. Ja, wij wouden alleen maar weg uit dat gat. Die neurotische drang om naar Amsterdam te gaan. Ja, wij wilden weg. Maar ja, jullie hebben thuis het nodige te vertellen. Terwijl wij moesten onze kop dicht houden. Je kon een lel tegen je hoofd krijgen. Nee, nee, was bij Wageningen thuis, dat is niet fair. Heel erg. Dat is niet fair. Nee, dat is echt waar. Echt een dieptepunt was dat trouwens. Nee, maar wij vluchten echt. Hier is van allerlei te doen, joh. Je dacht zeker dat Zutphen in de jaren 50 wel een brand. Nee, maar nu. Ja, ik weet niet hoe Wageningen nu is. Als je jong bent. Nou, ik denk als je dat jong bent. Ja, goed, dat is een ander verhaal. Ja, tegenwoordig heb je een iPhone, dus dan ben je overal thuis, ja, toch? Ja, dat is waar. Het is gewoon internet. Kan ik maar. Nee, maar dat ben ik wel met je eens. Het is een heel ander, heel andere tijd en andere, ja. Zie je, nu krijg je toch weer bejaarden praat. Over die, ja, Ida Gerhardt, IJsselkade. Oh, dat is een beeld van de. Jammer dat jullie dat hebben gemist. Oh, ja, dat heb ik echt gemist. En er stond een kind op de kade. Oh, staat dit er in het gedicht? Ja, het werk met dat kind. Wat is dat toch? Haar frustratie zit in een kinderhouder. Denk je? Ja. Ze heeft hele mooie gedichten gemaakt. Staat geen gedicht in van de school? Ja, die staat ook nog wel in, denk ik. Wat dat wil ik even zien. Want die boekhandel waar zij naartoe ging hier, die bestaat nog, heb ik begrepen. Ja. Want daar is ook een boek over geschreven, over die boekhandel. Maar daar zijn we ook niet geweest. Maar je weet, wij gaan daar niet over. Wij kunnen waar wij naartoe gaan, dat is die meneer die daar zit. Nee. Die besluit dan allemaal. Nee, hoor dat niet. Er is een breed comité. Wat na een langdurig vergaderen besluit wat we gaan bekijken. Dus jullie hebben het wel, die gedichten op muren en zo. Ja. Ik ga nu mijn woorden terugnemen. Ja? Want er is wel degelijk wat er met teksten. Ja, die heb ik net gezien namelijk. Oh ja? Die is hier toch? Ja. Is dit hier gehad? Even kijken. Onvervreemdbaar heet dat. Dit wordt ons niet ontnomen. Lezen en ademloos het blad omslaan. Ver van de dagelijksheid vandaan. Die lezen mogen eenzaam wezen. Zo is het. Zij waren het van kinds af aan. Hen wenkte een wereld waar de grote, de tijdeloze voortbestaan. Tot wie wij kleinen mogen gaan. De enige die ons nooit verstoten. Dat is toch prachtig. Daar hadden we het eigenlijk over. Je mag hem hebben. Echt? Ja. Zo, dankjewel. Maar ik neem mijn woorden terug. Het is er dus wel. Het staat op muren. Jij hebt het gezien. Nee, kan ik iets zeggen tegen de kijker? Ja, ik neem mijn woorden terug. Je kan zeggen van we hebben nu dus eigenlijk al 3-4 verschillende invloeden gezien. En je ziet dat dit qua kleurgebruik, qua manier van schilderen, qua formaat totaal anders is. Het is een drieluik, middeleeuws.
En het heet evolutietriptiek. Evolutie van wat? Een evolutie van de mens. En van wat in de mens? Het bewustzijn van de mens. Hij ontmoet een filosoof, theoloog. Oh, daar was ik aan bang voor. Theosoof. Daar was ik aan bang voor. En daar zie je hoe ze dus kleuren symbolistisch gaan gebruiken. Vandaar dat het zo vreselijk is. Mondriaan gaat van realisme via expressionisme, pointillisme en antroposofie naar pure abstractie. Twee lijnen. Dat gaat sommigen net iets te ver. Namelijk de horizontale lijn en de verticale lijn. Jezus. Ja, ik weet dat jij het niet zo leuk vindt. Dit is lulkoek op een niveau van de kleuterschool. Maarten, het gaat niet om jouw mening. Het gaat om waar Mondriaan mee bezig is. Goed. Dus de horizontale en de verticale. De horizontale staat voor het vrouwelijke. De verticale voor het man. Het wordt nog erger. Ik wilde best mee ophouden. Nee, leg het vooral uit. Want nee, want je zit voortdurend met je eigen mening en daar gaat het niet om. Mijn ergste vooroordelen worden bevestigd. Dat kan me niet schelen, doe dat bij de kop, doe dat bij de borrel. Daar hebben ze dus ruzie over gekregen. Ja, jongens, ik hou ermee op. De groeten, ik doe het niet meer. Nou, kom op. Nemen jullie me over, ik verrek het. Jongens, het is toch een discussie. He? Daar krijgen ze juist ruzie over. Want Van Doesburg zei, je kan het ook zo doen. Ja, en dat mocht niet. Nee, Mondriaan zei, dat kan niet. Maar die komt dan met die tussenoplossing dat je het schilderij scheef hangt. Het is toch erg. Want dit is toch echt van een treurigheid. De verticale en de horizontale, het vrouwelijke en het mannelijke. Het is toch, je wordt er toch ijskoud van. De horizontale en verticale lijnen zijn al een eeuw lang onderwerp van heftige discussie. En de Van Rossum zetten deze traditie voort. Maar het is wel de nekslag voor het verhaal van Sis. Dit zijn gewoon gekleurde strepen. Hè? Dit zijn zwarte vlekjes. Dit is gewoon volkomen nutteloze rommel. Met Van Rossum. Ja, daarom. Ja, zeg, sorry, maar ik zit midden in een opname, dus... En in wat voor opname? Dan moet je er even bij vertellen. Ja, ze hebben hier een leuk uitzicht. Ik vind kutwoninkjes. Wat een fantasieloos kleren ding. Vind ik ook. Okay. Wat een dode wand. Die kast is ontworpen ergens in 1639 of zo... door de toen beroemdste architect van Nederland, namelijk Jacob van Kampen. Zou je niet eens een stok, Sis? Nee, want ik heb helemaal een stok nodig. Oké. Okay. Als je het in de verte ziet, dan zeg je dit is volkomen krankzinnig. Wij staan bij een schilderij van Kirchner, Ernst Ludwig Kirchner. Hier achter mij is een tattoo shop die mij reeds aangeboden heeft om gratis een tattoo in mijn nek aan te brengen. Nee, ja god, hoe moet je er nou over zeggen, joh? Nou, wat je vindt. Ik vind het een bezopen ding. Goed zo. Nu mag je bellen, nu... Wat een tering, hè? Ja, heren, jullie zouden hier met z'n drieën zijn. Sis zou ook meekomen, maar ze heeft toch besloten om niet te komen. Waarom niet, Maarten? Sis wou niet aan tafel zitten met een kind, want zij vindt dat kindermisbruik. Ja, ik heb natuurlijk geprobeerd haar enigszins te overtuigen. Niet onze verantwoordelijkheid. Redactie besluit dat, het gezin waarin het kind leeft besluit dat. Maar zij wou dat absoluut niet. En ik moet zeggen, het zou mijn keuze ook niet zijn. Ik heb een kleindochter van 9 en ik ben ontzettend blij dat die geen fotomodel in New York wordt. Oké, okay, maar los daarvan... Een aantal van de foto's die we te zien kregen, eerlijk gezegd van een vrij bedenkelijk karakter bij een kind van 9. Nou, Summer zit nu niet meer aan tafel dus en haar moeder kan zich ook niet meer verdedigen op dit moment. Dus, maar... Jij vroeg me niks toen ze er zaten en ik wou ook niet zeuren. Maar nu je toch vraagt waarom Sis er niet is, dit is de reden dat Sis ik snap het. En waarom ik het vraag is, omdat blijkbaar kunnen jullie haar allebei niet overtuigen om toch te komen. En ik vroeg me af of het zo maar is het dat... het hele idee dat iemand Sis zou kunnen overtuigen, is een volstrekte illusie. Ook als de secretaris van de United Nations zou bellen, dan zou dat ook niet helpen. Ik vond die foto's niet bedenkelijk. Ik heb er naar zitten kijken. Ja. En ik verbaasde mij juist weer over het feit... dat dus die mensen in die modellenwereld een soort feilloze blik hebben. Dat meisje zat daar aan tafel. Ik zie haar zitten. En op die foto's, kijk, er komt er eentje. Ja, maar hoe is dat toch mogelijk? Ze heeft een beetje
Sorry hoor. Dat... Nou ja, zelfs van jou kunnen we wel iets maken als het Nou, dat weet ik niet. Dat vraag ik mij af. Ja. Dat vraag ik mij ook af. Vincent, dit programma loopt al langer wat jullie maken. Je wordt voortdurend over aangesproken op straat. Is dat iets wat je als prettig ervaart? Dat ik op straat word aangesproken? Ja. Dat mensen je herkennen. Dat ze zeggen, hé, daar heb je Vincent van Rossum. Nou, het is wel een bijzondere ervaring. Huh? Is het prettig? Of ik het prettig vind. Dat weet ik niet precies, maar... Ben je je broer dankbaar dat hij je uit de onbekendheid heeft gehaald? Uit de anonimiteit? Nee. Hij belt elke dag. Hij belt jou elke dag? Ja, om te bedanken dat ik dat... Dat is geworden. Maarten, jij werd tijdens de opnames op straat aangesproken door vrouwen. Je wordt natuurlijk door heel veel mensen aangesproken. Maar je werd aangesproken door een vrouw die met demente bejaarden werkt. Ja. Waarom? Nou, ze zei, ze vonden het een geweldig leuk programma. En toen zei ze, maar het allerfijnste is dat ik dat tegen u kan zeggen. Ik werk met demente bejaarden. En die genieten zo ontzettend van uw programma. Waardoor ik dacht, voor ons, niet waar, is een gouden toekomst weggelegd. Want wij worden zelf natuurlijk ook dement. En tenslotte kunnen we een gigantische, snel groeiende markt van demente Nederlanders bedienen. Dan komt er ook een talkshow voor demente Nederlanders. Hè? Ja, daar ben jij te jong voor, dus dat zal... Mijn tijd komt ook wel, hoor. Ik weet niet wie precies dat gaat presenteren, maar er zijn voor ruim voldoende bijna dementen in televisieland te vinden, dus dat moet lukken. Hoef je overigens niet oud voor te zijn. Ik vond het eigenlijk wel ontroerend dat ze dat zei, want dat ligt natuurlijk een beetje aan de aard van het programma. Die mensen zien dat wij ook oude mensen zijn. Het is betrekkelijk traag, je ziet ook ons vaak zo gedrieën aankomen, waggelen. He, dat je ook zelf wel eens denkt, god almachtig, hoe lang gaat dit nog duren? Maar het ontroerde me wel en daarom dacht ik vertel maar dat die mevrouw dat gezegd heeft. Ja, natuurlijk. Een van de dingen is natuurlijk herkenbaarheid, denk ik, van familieverhoudingen. Iedereen die een broer of zus heeft wel eens met een broer of zus staan bakkeleien ergens. Met dat kleine ruzie in zo'n familie, en tussen broers en zusters. Over dat eerste fragment wat jullie lieten zien, daar had ze echt compleet, totaal ongelijk. Dat zeg je nu omdat ze er niet bij is, maar dat begrijp ik wel. Vincent werd er boos van. Ik word veel sneller boos dan Vincent. Als hij boos wordt, dan is er echt iets aan de hand. Is echt te gortig geworden. Nou goed, iets wat heel herkenbaar is, is dat op het moment dat je aan het bakkeleien bent over de waarheid, iemand vroeg of laat de smartphone erbij pakt om te kijken of het inderdaad klopt of niet. Dat komt natuurlijk ook bij jullie voor. Even kijken hoe dat afloopt. Dus ik schat dat de kogel lager ingeslagen is dan die nu. Met bisonkit is vastgeplakt. Want de aanval was in het noorden, hè? Ja, maar waar is het noorden? Moet je zeggen dat ik even... Waar is het noorden dan? Ja, dat is daar, denk ik. Nee, maar je hebt gezien... Nee, wacht even. Want we hebben helemaal niet, de zon draait zo. Jongens. Ik heb een telefoon bij je met een kompas erop. Oké, we gaan even kijken. Telefoon bij ons. Ja, daar zijn we goed in. Ja, daar is het voor. Dat is zo. Ja, Vincent, je hebt gelijk. Want we kunnen wel discussiëren. Ik kan die kompas niet vinden, let op. Zie jij, ik kan niet vinden. Kan jij het wel? Nee, want ik heb niet zo'n ding. Ik heb hem hier. Ja. Ik heb hem hier. Kijk. Hey, onze padvinder wist het beter. Ja. Het is pal in het noorden dat. Luister je eigenlijk graag naar elkaar? Nou, wij hebben alle drie denk ik de impuls. We zouden dit ontzettend leuke programma liever alleen presenteren. Maar nu we toch met z'n drien zijn, moeten we het een beetje rond zien te krijgen. En ik denk dat een van de charmes van het programma, dat blijkt ook uit de scènes die jullie nu weer gekozen hebben, is natuurlijk de voortdurende lichte frictie, waar ook wel een element van ironie en humor in steekt. Maar los daarvan, als je naar je broer luistert, waar luister je dan graag naar? Nou, hij kan bijvoorbeeld ontzettend leuk praten over metselwerk. Dat was een ontdekking voor jou? Ja, want tegenwoordig kijk ik altijd naar metselwerk en dan denk ik aan Vincent. Ik verrek wel een lullig metselwerk, hè? Ziet er niet uit, wat een troep. En luister jij ook graag naar Maarten? Ja, ik vind wel dat hij vaak verbazingwekkend toch wel, ja, dat hij toch wel... Laatst kwam nog een vraag bij me op, van hoe komt het nou dat wij... Dat wij in de 19e eeuw na de Franse tijd weer zo'n rare koning hebben gekregen. Dat komt omdat Van Hogendorp dacht. Nou ja, sorry. Stel je deze vraag nu hier? Ja, hij stelt me die vraag en nu ga ik hem beantwoorden. Is er mogelijk zo werkt het. In een notendop een antwoord te geven, Maarten? Kan dat? Dat is mogelijk.
Ten eerste was het natuurlijk het idee dat er moet na de Napoleontische tijd een soort van reactie komen. He, ze dachten dit nooit meer, geen revolutionaire politiek. En Van Hogendorp dacht, dan neem ik die Willem I, die ooit een heel leuk vorstendommetje van Napoleon had gekregen, en die maak ik vorst. Eerst nog even discussie, moet hij stadhouder of koning worden, maar Van Hogendorp dacht, ik maak hem koning. En hij dacht bovendien, ik kan hem manipuleren. Hij is als was in mijn handen. En precies het omgekeerde bleek natuurlijk het geval te zijn, want koning Willem I was werk zo eigenwijs als de nacht. En ja, toen we eenmaal dat koningschap hadden zaten, toen heeft natuurlijk weer bij Willem III, die enorm impopulair was, koning Gorilla, toen hadden we er eigenlijk een eind aan moeten maken. En toen kwam Emma, koningin Emma, eigenlijk verreweg de redder eigenlijk van het Nederlandse koningschap. Vincent, luister je nog naar het antwoord van Maarten? Het is jouw vraag, hè? Ja. Je zit overal om je heen te kijken, maar het was jouw vraag. Nee, met mijn linkeroor, hoor. Ja, luister. Zijn oren zijn niet allebei even goed. Jullie zijn vaak niet met elkaar eens, of er is lichte frictie zoals jij dat omschrijft. Soms in deze afgelopen serie of deze komende serie zijn jullie het wel met elkaar eens. Dat zien we hier bijvoorbeeld in Luik. Nou, dan gaan we het zien, jongens. Een schandelijk beeld. Heel onfatsoenlijk beeld. Als je naar nu trekt, hebben wij daar inmiddels een fantastisch woord voor, waar de kranten bol van staan. Het MeToo-momentje. Juist, het MeToo-momentje. Als jij je op een vrouw stort, en jij raakt... Wat ik vrouw al elke dag doe. Ja, dat dacht ik al. En jij raakt haar tepel op die manier aan. Dan moet je toch even nadenken dat er toch echt iets anders aan de hand moet zijn. Het is gewoon een zinderend, erotisch beeld. Ja. Waar gaan jullie nog meer naartoe? Deze serie is nu klaar natuurlijk. Die begint morgen of zoiets dergelijks. Ja. Vandaar dat we hier maar jullie zitten. Kunnen deze samenwerking niet stoppen natuurlijk. Hè? Nee, we gaan beginnen aan een nieuwe serie. Dat is Zutphen, Leiden, Gouda, help eens even, Antwerpen, Berg op Zoom. En nog verder weg? Nou, dat was een voorstel om Wageningen te doen, maar dat is door mijn zuster getorpedeerd. En we weten, als Sis het niet wil, dan gebeurt het niet. Nee, precies. Maar naar het buitenland, Maarten, zou dat kunnen? Of? Ja, want er is ook een plan om naar Berlijn, Leipzig en Dresden te gaan. Omdat het natuurlijk 30 jaar na de val van de muur is. Hoe staat Duitsland ervoor 30 jaar na de val van de muur? Heb je daar zin in, Vincent? Nou, ik ben benieuwd hoe dat gaat. Want ja, ik ben natuurlijk van de voor mij is Duitsland klassieke architectuurgeschiedenis uit de jaren 20. En voor Maarten is Duitsland iets heel anders. Ik ben kunsthistoricus en hij denkt over politiek. Je zult zien, het allemaal nieuwbouw in Berlijn, daar kun je alle kanten mee op, metselwerk en zo, ga maar door. En als we het over de broer-zusverhouding hebben, heb je zin om weer met hun op pad te gaan? Nou, ja. Ach ja. Huh? Ja, we gaan het comfortabel regelen. En ik wil vooral iets zeggen over natuurlijk, want dat is het probleem van Duitsland. Dat die DDR natuurlijk niet geïntegreerd is. Als je kijkt naar de AfD en de Pegida en al die andere fenomenen in de Duitse politiek van dit moment. Dan zul je zien dat het allemaal afkomstig is uit de DDR. En dat kun je allemaal gaan vertellen in die nieuwe dat serie. Dat ga ik allemaal vertellen. Want dan gaan we ook vertellen dat Duitsland eigenlijk een heel sympathiek land is. Ja, ook dat. Land en wij gaan weer genieten van hoe eigenlijk toch ook... Het is afgelopen. Hoe lief jullie ook voor elkaar zijn. Want ik lees er altijd een grote... Helemaal niet. Op tijd, maar ik ben ook op tijd. Kippen liepen op straat. Varkens liepen op straat. Er was stront. Kijk nou wat een ongelooflijk prutswerk dit is. Nou, in uw nieuwe programma maakt u wandeltochten door de Oud-Hollandse steden. Hoe bent u op de steden gekomen die in het programma nu aan bod komen? Wij hebben dat in een soort chaotisch overleg met elkaar gedaan. Over Dordrecht waren we het direct eens. Dat vonden we alle drie leuk. Vincent heeft Rotterdam en Essen bedacht. Waren we het eigenlijk ook mee eens, Maarten? Ik was er niet tegen. Jij hebt dat vreselijke Naarden bedacht. Ja. Brugge. Bruggen vonden we eigenlijk alle drie. Nou, niet je dat. En het was mijn plan. Ja, we hadden Gent genomen. Maar het Lam Gods, dat is het schilderij van Van Eyck, dat wordt opgeknapt. Dat is er niet te bezichtigen. Ja. En zo is het Brugge geworden. Ja, toen hebben we er maar Brugge van gemaakt. Want in Brussel was ook van alles dicht. Dus dat hebben we toen niet gedaan. En maar rest... Brugge,
stinkt eigenlijk overal naar stront. Ja, echt vies. Echt, we verzinnen het niet hoor. Nee, het is echt heel vies. In het hotel stonk het naar stront. Ja, restaurant. In een restaurant stonk het naar stront. Overal. Overal stonk het naar stront. En echt heel erg vies. Dat is ook het hele rioleringssysteem is ook uit de vroege middeleeuwen. Ja. En dit laat u ook naar voren komen in het programma? Of? Lopen eigenlijk de hele half uur met wasknijpers op de neus. Nee, we schelden wat af. Heeft u misschien ook een favoriete stad? En is dat misschien dan een andere waarvan u zelf eerst op het idee was gekomen? Ik vond Dordrecht leuk. Dat zou denk ik niet mijn eerste keuze zijn geweest. Maar al met al, als Hollandse stad met een leuk museum. En, ja, dat denk ik van nou. Kijk, ik vond Rotterdam heel verrassend. Maar met name door de inbreng van Vincent. Omdat hij wat afwijkend deed. Want natuurlijk gaat iedereen voor die Erasmusbrug, hè, natuurlijk. Maar Vincent deed dus zo'n naoorlogse wijk. En dat vond ik fascinerend. Fascinerend om te zien. Bovendien ontworpen door een vrouw. Nou, kom er eens om, hè? Ja. En is ook erg leuk. SO, ja. Hele wonderlijke stad in allerlei opzichten. Omdat het natuurlijk 200 jaar geleden was het een dorp van 3000 inwoners. Toen is het in 40 jaar een van de grootste industriesteden ter wereld geworden. En nu is het eigenlijk een stad met een heel moderne mix van bedrijven van die hele staalindustrie. Er is vrijwel niets overgebleven. Een paar hele hoge gespecialiseerde bedrijven, maar voor de rest is het weg. Nou, die vesting is enorm interessant, maar zeker. Dat plaatsje dat is... De inwoners. Bepaalde deel groep. Van de inwoners is heel normaal. Ja, zeker. Nou, het zijn die rijke Amsterdammers. Die daar alles opkopen. Die daar alles opkopen. Die geblondeerde tutten. Is in het hele gooi. Ja, maar bij ons zie je ze niet. Ja, met die reenzovers. Het is een dorp van niks. Het is met de fiets gaan of gaan lopen. Ja. Dan ze allemaal met zo'n gemotoriseerd kasteel door het dorp heen. Wat is dat voor vorm van krankzinnigheid? Ja. Om met een Range Rover door zo'n dorp te patsen. Met cirkels. Met zo'n wiel achterop. Ja. U heeft natuurlijk wel verstand van auto's, vanwege uw item bij Autovisie. Ja, daar was het toch altijd wel een beetje negatief. En gaan we u nu dan van een meer passievolle, enthousiaste kant zien? Nou, van mijn normale, neutrale kant eigenlijk, volgens mij. En van die auto's, sommige auto's vond ik hartstikke leuk. Ik moet die morgen driewielen, daar teken ik voor. Het is een beetje prijzig. Het is wel voor de zondagmiddag, voor de zomermiddag is het het mooiste wat de mens kan doen eigenlijk in die... Ik ga zo weg als het over auto's hebben. Is die leuker dan die vier? Als het over auto's gaat hebben, ben ik gelijk weg. Ja? Maar dit is wel een goed voorbeeld van eigenlijk waar ik het nu over wil vragen. De interessante familiedynamiek die we hebben kunnen zien. Is deze aflevering eigenlijk dan een soort inkijkje in hoe een verjaardagsfeestje bij u eruit ziet? Ja, het is veel erger. Niet de latere fase van het verjaardagsfeestje, maar... Nee, wat je nu ziet is weinig. Normaal. Dus hier is normaal. Wij kunnen niet anders. Wij kunnen echt niet anders. Als je niet van auto's gaat. Of zouden we met z'n allen drie. Ja, want u heeft ook dan alle drie een gedeelde interesse in geschiedenis. Is dat iets wat er met de paplepel is ingegoten? Ja. Nee. Nou, dat is wel toch? Ja. Kijk, mijn vader schilderde zelf. Weliswaar als hobby. We hadden natuurlijk heel veel kunstboeken in de kast. Wat natuurlijk leuk is, want dat ontdek je op een gegeven moment. Er werd eindeloos geouwe hoed halen ons over kunst. Eindeloos. Er werd dus regelmatig over Vincent gesproken. Daarom heet hij ook zo. Maar dat ging niet over mij, maar dat ging over die schilder. Ja, precies. Ja, door al deze gecombineerde kennis is het dan niet moeilijk om zo'n stad samen te vatten tot een aflevering van een half uur? Ja, dan moet je de regisseur even. Nou, eigenlijk doet Philip dat. Ja, maar wij brommen wat en dan komt Philip. Ja, maar die tekst heeft hij ook natuurlijk niet zelf bedacht. U heeft gewoon een week door een stad rondgelopen en daar is een half uur van gemaakt. Ja, precies. Twee dagen hebben we daar rondgelopen. Wel van die uitlegmomentjes van ons zijn dan toch een minuut of 7 avond. Ja, hooguit. Dat moet. En ik begrijp dat jullie er niet in willen. Maarten, kijk in godsnaam uit. Ik zou gaan gillen nu al.